Barendrecht tegen HHC Hardenberg en Barendrecht in het gebruikelijke wit en rood op eigen sportpark. De Bongerts hebben de punten hard nodig. Dit is Dabagian. Maar zijn schot komt uiteindelijk niet op doel. Het is het eerste kansje voor Barendrecht dat de afgelopen drie wedstrijden op rij een nederlaag leed. En dus zijn de punten voor Adrie Poldervaart, de trainer, hard nodig. HHC Hardenberg, ook zij verloren twee keer op rij. Dit is het paasje op Maurits. Maurits! En die moet hem eigenlijk gewoon op doel krijgen, maar het lukt hem niet. De paas vanuit het middenveld was zoals altijd van Joey Jongman. Wat doet HHC? Dat komt hier in de aanval. En dat is een grote kans voor die ploeg uit Hardenberg. Dirian Reinders strandt uiteindelijk op Mark van Splunter, de doelman van BVV Barendrecht. De tweede helft met de kans misschien wel voor Van der Leij. Daar is die bal. En Kurtz krijgt hem er ook niet in. Het is de redding weer van Van Splunter. Amakodo, ook zo'n speler daar op het middenveld bij HHC. Weer Van der Leij. Weer een enorme kans. En weer krijgt hij hem er niet in. En dan blijft het maar 0-0 bij Barendrecht tegen HHC. Salem, die op het middenveld speelt. De bal van Sanchez, dan de voorzet van Eekman. En dit is misschien wel de allergrootste kans voor Dabagian. Maar hij krijgt hem niet op het doel. De redding is daar van Sander Danes. Weer Eekman met zijn voorzet. Daar is Caldi. En dat is een alles of niets poging van die man bij Barendrecht. 0-0 blijft het na 90 minuten. De eindstand dus op de Bongert.